Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me nog niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En zoals je de titel hebt gezien, heb ik vandaag een Get Ready With Us. Ik ben namelijk vandaag met Indy. En ja, Indy kunnen jullie misschien kennen van La Bella. Dat is een sieradenmerk die Isabella ook heeft. Kijkers die me wat langer volgen kennen Isabella. Dat is natuurlijk mijn nichtje en mijn vriendin. En Indy heeft samen met Isabella een superleuke sieradenwebshop. En je moet de video even verder kijken voor een leuke kortingscode. Als je wat leuks wilt bestellen. We gaan het lekker opmaken en lekker vragen beantwoorden. En Indy kan het super mooi opmaken. En ik heb hem gewoon opgemaakt zoals ik uitga. En jij ook. Maar dan 10 keer mooier. Ja, dus ben je benieuwd? Ga dan zeker even verder kijken. Nou, we zijn nu lekker make-uploos en we gaan nu ons klaarmaken. We gaan vanavond dus lekker uit eten. En we gaan gewoon full glam make-up doen, toch? Ja. Ondertussen gaan we wat vragen beantwoorden. Die heb ik gesteld op mijn Instagram. En ja, we gaan niet vertellen wat we gebruiken. We gaan gewoon lekker beginnen en dan zien we wel hoe het eindigt. Maar Indy, die kan echt heel mooi opmaken. Dus ik ga er echt als een loser naast zitten. Ik heb geen idee wat ik doe, jongens. Ik doe altijd maar wat. Heel vaak vragen mensen ook van mij, hoe doe jij je make-up? Maar ik doe echt oprecht maar wat. Ik heb alleen maar goedkope dingen en zo. En ze heeft echt super mooi make-up allemaal. Ja, misschien voor jou wel leuk. Wat is je favoriete make-up? Merk of? Ja, merken of product. Favoriete merk is Too Faced. En mijn favoriete product is denk ik bronzer. Maar hoezo Too Faced? Ik heb zoveel spullen, kijk, Too Faced, ja. Too Faced. Maar werkt het gewoon heel goed? Ja, voor mijn huid werkt het heel goed. Is dat een primer? Ja. Mag dat ook? Ik heb helemaal geen primer, namelijk ik zit maar wat op te sprayen. Wat is dat? Weet ik niet, dit was echt... Fixing spray. Ja, weet ik veel. Mm. En hoezo bronzer als product? Nou, dat doet gewoon heel veel voor mijn gezicht. Als ik bijvoorbeeld heel wit ben en doe bronzer op. Ja. Ik voel mezelf weer... Het ziet er zoveel fitter uit ofzo. Ik heb inderdaad of concealer of bronzer ofzo. Ja. Ja, en of een mascara dan. Maar ja, jij hebt natuurlijk wel wimpers van jezelf. Ja, dus dan heb je dat niet echt nodig. Op welke leeftijd zou je willen trouwen als je het voor te kiezen kan hebben? Ik weet überhaupt niet of ik wil trouwen. Nee? Nee. Ja, ik weet het ook niet hoor, of ik het per se wil. Maar ja, als ik het zou willen, zou ik het... Ja, ik weet niet. Zou je het voor of na je kinderen dan willen? Oh, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Ja, ik eigenlijk ook niet. Als ik zou willen trouwen, sowieso na mijn 25ste denk ik. Ja. Dat sowieso. En ja, ik weet niet. Ik weet ook niet. Ik zou niet per se willen trouwen van voor de kerk, voor de gemeente. Maar meer gewoon een fucking dik feest willen geven. Ja. Dan gewoon een goede reden om kaart te zuipen eigenlijk. Dat lijkt me wel leuk. Wat is je grootste angst in je leven? Zo, ik was gisteren bij mijn vader. Ik zat er met wat vrienden. Ja? Zo'n spin op de grond. Nee. Ik moet bijna huilen. Ik vond het zo eng. Ja? Echt. Nou, ik heb nog nooit zo'n grote spin gezien. Oh. En eens een jongen, die pakt hem gewoon met zijn handen. Echt bizar. Ja, je hebt echt veel spinnen nu of zo voor mijn gevoel. Ja. Mijn hele kamer zit ook vol met spinnen. Ik weet echt niet wat het is. Maar... ik vind het echt verschrikkelijk. Maar je bent dus heel erg bang voor kleine beestjes of zo? Of gewoon... Nee, gewoon wel echt spinnen. Gewoon die poten, dat kan ik allemaal niet aan. Ja, ik weet niet, ik vind het niet heel eng of zo. Maar het is niet dat ik vrolijk van word. Maar echt mijn grootste angst. Nee, het is niet mijn grootste angst. Nee, oké. Okay. Maar mijn grootste angst. Nou, ik heb ook niet echt een angst voor dood of zo. Ik heb denk ik echt mijn grootste angst dat als je kinderen hebt en als je dan gaat scheiden of zo. Oh ja. Zoiets. Ja, of dat er echt met je kinderen gebeurt. Ja. Of gewoon sowieso met mensen waar je om geeft, dat daar iets ergs mee gebeurt. Ja. Maar ik denk daar niet te veel over na, want dan word ik altijd heel emo en dan word ik helemaal gek in mijn hoofd. We hebben trouwens nog wat voor. Echt? In de video? Ja. Oh? Ik dacht al dat een envelopje van La Bella leg ik dan ook. Ja. Ik weet niet wat het is. Wat leuk. Oh ja, wat leuk! Met die kortingscode, hè? Ja. Oh, dit is zo leuk. Ja, trouwens, dat moest, ja, zoals ik net dus zei, is Indy samen met heeft La Bella. Superleuk kaartje ook. En hun hebben dus allemaal leuke sieraden. De sieraden die ik nu om heb zijn trouwens ook van La Bella. Wow. De oorbellen ook, deze armbandjes ook.
En ja, ik heb een samenwerking met hun dat jullie de kortingscode kunnen gebruiken. En dit zijn drie hele leuke items die ik dus nu ook van hun heb gekregen. Ik zal het zo aan het einde van de video goed laten zien. Dus er is een 15% kortingscode bij Labella. Met Sarah Verwoerd krijg je 15% korting. Ik zal sowieso links in de beschrijving zetten. En ja, ik zal even hun Insta taggen en dan zal ik allemaal bekijken. En de webshop. En ze hebben echt leuke dingen. Ik heb voor de mensen die mij wat langer kennen vaker met Labella samenwerking gehad. En het ging ook super goed. En iedereen was er echt super enthousiast over. Ja. Dus ik hoop dat het dit keer weer is. Jullie sieraden zijn ook echt goede kwaliteit. Want zeg maar, ik heb deze kettingen. En daar kan je volgens mij zelfs mee douchen. En deze armbanden douche ik ook altijd mee. Nou, deze dan niet. Want het is natuurlijk gewoon zo'n... Ik heb deze allebei al 4 maanden om. Ja. Nooit af. Tijdens douchen niet zwemmen. Niet. Nee. Altijd om. En ze kleuren gewoon niet. Nee, en ik heb ook andere oorbellen, die heb ik gewoon al maanden in. En ik douche ermee alles en ja, het wordt gewoon, blijft gewoon mooi. Wat is jullie favoriete kledingwinkel of merk? Zo, dat weet ik echt niet. Ik bestel online heel veel kleding bij Pretty Little Thing. Ja, ik krijg de laatste tijd alleen maar heel veel kleding. Ja. Dus ik bestel echt bijna nooit meer wat. Maar anders... bij Shein echt fucking veel. Maar Shein is wel een kut. Het is heel goedkoop. Ja. En je hebt wel gewoon veel leuke dingen. Maar als jij een t-shirt ziet van 3 euro. Dan ja. Denk je, ja, fuck it. Ik koop het gewoon. Ja. Klopt. Het slaat echt helemaal nergens op. Je koopt dingen. En ik heb zoveel dingen liggen dat ik nog nooit heb aangehad. Ja. Denk ik, oh dat is leuk. Of ooit een keer wanneer ik dat of dat ga doen. En komt er nooit van. Dan eindstand trek je toch iets anders aan. Ja, ik zat net in de auto onderweg hier naartoe en toen stond de brug open en toen dacht ik, nee, fuck it, ik had toch wat anders aan. Toen ben ik terug naar huis. Daarom was het wat later. Oh ja, maakt mij niet uit hoor. Maar heb je een afkomst? Nou, ik heb geen afkomst. Mensen denken dat heel vaak van mij. Of iets van Indonesisch of zo. Of... Ja, ik werk bij de Albert Heijn en er is er altijd een meneer die komt binnen. Die is ervan overtuigd dat ik Scandinavisch ben. Echt? Ja. Oh, wat grappig. Maar voor zover ik weet, ben ik dat niet. Ja, ik heb mijn DNA getest. Ik wil dat ook doen. En toen kwam er uit dat ik heel veel Scandinavisch ben. Ja? Maar Scandinavische mensen hebben toch vaak heel licht blond. Ja. En dan Noord- en Zuid-Europa alleen. Terwijl heel veel mensen denken dat ik echt een... Ik zou zeggen Spaans of zo. Ja, Spaans. Ja, dat is ook waar. Zuid-Europa was ook. Maar heel veel mensen denken ook dat ik Indonesisch ben. Heel veel. Ja, op het eerste gezicht, ik heb dat heel erg gehad met studeren op de hogeschool. Toen dachten heel veel mensen dat ik Indonesisch of iets was. Wel grappig. Of iets Aziatisch, maar welke foundation gebruik je? Nou, ik gebruik eentje van Maybelline. Ik gebruik altijd de 1+1 gratis. Die koop ik. Mijn favoriete foundation en deze van NARS. Dat je die jong bent. Ja, eigenlijk wel. Deze zijn echt geweldig. Echt niet normaal. Die zijn zeker heel dekkend. Ja, maar het blijft wel een soort natuurlijk of zo. Oh, geweldig. Echt, ik heb nog nooit een betere foundation gebruikt als deze. Welke heb je nu op dan? Nu heb ik deze, omdat die wat luchtiger is. Omdat het daar altijd fucking warm is waar wij het is. Ja, dat is wel waar. Ik zit me helemaal dik te blameren hier ook. Hè? Ja. Maar ik heb, ja, favoriete foundation heb ik niet. Ik heb altijd gewoon de 1+1 gratis foundation in de kruidvat. En dan koop ik die gewoon in mijn kleur en dan vind ik het prima. Terwijl vroeger was ik echt helemaal diehard fan van make-up en zo. Toen had ik ook allemaal dure dingen, maar dat is inmiddels allemaal op. Toen heb ik ook een keer die van Clinique of zo. Eens of foundation gehad. Deze ook van Clinique. Oh ja. Hoe heet die nou, die ene? Dat is dan best wel bekend of zo. Die Even Better Foundation? Ja, kan wel. Of die met dat ding erin? Heb je dat ook gezien? Double Wear was het. Of is Estée het? Lauder. Oh ja, dat was van Estée Lauder. Die heb ik ook thuis. Die, heel goed. Die vond ik ook heel goed, ja. Maar die is wel lang op. Nu vind ik het eigenlijk zo zonde van mijn geld
Terwijl ik denk van ja... Dat heb ik ook, maar op je 15 of 14, ja, 15 is heb dat... je gewoon geen besef van nee. Geld. En je hebt niks, je gaat niet uit of zo. Ja, je hebt niks om te doen. Je gaat ook niet heel veel uit eten of zo als je 15 bent. Nee. Dus het enige wat je kan kopen is make-up en een beetje kleding en zo. Dus ik gaf daar eigenlijk al mijn geld aan uit. Hoi. Maar ik ben ook heel veel make-up kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt? Ja, gewoon dat ik bij iemand ging slapen en dat ik het dan was vergeten en zo de hele tijd. Maar ja, nu, als ik iets nieuws moest kopen, koop ik altijd gewoon goedkoop. Maar ja, weet je, het werkt. Ja. Mag je maar één make-up product voor even je leven gebruiken, wat zou het dan zijn? Ja. Bronzer. Bronzer dan? Ja, je kan het hier doen, je kan het op je ogen doen, je kan het... Je kan er echt van alles mee. Ik weet het niet, want ik word best wel snel bruin van mezelf. Kijk. Je kan wimper extensions doen, zeg maar. Ja. Kan je wenkbrauwen laten doen. Dus dat hoeft dan al niet. Dan word ik best wel snel bruin. Ja, maar ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Zou je een keer een video willen opnemen wanneer je een week vegetarisch gaat eten? Ja, vegetarisch. Ik weet niet of ik heb of vlees. Mijn vader is slager. Oh ja, dat weet ik. Dus ja. Nou, dan eet je wel veel vlees. Ja, op zich eet ik gewoon normaal vlees. Ik eet niet heel veel vlees, maar moeder letterlijk wel eens op dat soms een dag kook zonder vlees of zo. Ja, dat hebben wij bij mijn ma heb ik dat dan ook wel, want ik hou natuurlijk wel. Ja. Maar ja, vaak als ze toch iets makkelijks wil eten, is het toch groentearmig vlees, weet je wel. Klopt. Of als je dan even een pastaatje maakt, of weet je, dan gooi je er... Dan zit er toch weer gehakt door. Ja, dan gooi ik er toch weer vlees. Ja. Voor mij zit ik zo anders mijn make-up te doen dan normaal. Wat dan? Ja, voor mij voor mijn gevoel vergeet ik de helft. Ik ben nu al bij mijn blush opeens. Hij gaat ook oogschaduw op doen, vind je? Ja. Sowieso. Maar dat kan ik helemaal niet mooi. Ja. Ik doe altijd maar gewoon een beetje bruine. En dan... hoe vaak heb je gegeten bij Kokusai? Ik maar 2 keer of zo. Ik kan het niet eens meer tellen. Zo veel. Nee? Maar ik ben daar echt 2 jaar geleden volgens mij voor het laatst geweest. Nou, wij hebben, het is zeg maar het lievelingsrestaurant van mij en mijn zusje en mijn zus. Oh ja. Dus, en altijd als wij jarig zijn, mogen kiezen waar wij het eten willen. Dus ja. We gaan altijd daar. Oh ja. Dus daarom kom ik heel vaak. Ik heb thuis best wel lang al geen sushi gegeten. Niet gisteren. Ja. Maar dat was ook niet echt op de planning, hoor. Nee? Nee. Was het duur daar? Jawel. Het is meer, het is een beetje zo'n Harbor Club idee. Oh ja. Het is echt per rol zeker. Ja. Ja. Ja, het zag er wel echt top uit. Ik denk, ja hoor, zij heeft het alweer. Ik zit echt de hele week al sushi mukbangs te kijken. Oh ja, dat zei je. Ik word van helemaal gek. En dan zit ik kan niet zo goed tegen mukbangs, want ik vind het smakken zo vies. Ja, ik weet niet, ik vind het geweldig. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Ja, dat vind ik heerlijk. Die lekker dat eten, ik vind het zo top. Ja, mijn wenkbrauw, dat kan ik ook helemaal niet. Kijk, het is helemaal kapot gevallen. Ja, dat was bij Dylan vorige week of 2 weken geleden. Ging ons klaarmaken daar. Oh, ja. Het is het grote geval in de badkamer. Wat is jouw motiverende quote voor het leven? Fuck it. Ja, fuck it. Ik wou net zeggen, echt iets van, doe gewoon... Maar wij hebben dat wel heel erg hetzelfde. Ja. Wij hebben altijd gewoon boeien. Doe gewoon lekker wat je zelf wil. En denk niet aan wat anderen erover van denken. Want mensen hebben altijd hebben ze wat te zeggen. Ja. Al doe je A, dan is het B. En dan als je B doet, dan moest je weer A doen. Dus het is nooit goed. Dus je kan beter maar gewoon lekker doen wat je zelf wil. Ik heb ook wel dat alles met een reden gebeurd. Ja, dat sowieso. Daar heb ik ook heel erg. Ik kan ook een soort van, het is misschien ook een soort manier om mezelf te troosten. Van, weet je, ja, ik kan daar echt heel veel rust in vinden. Ja, weet je, dat zou moeten lopen. En ik heb er super veel van geleerd. En nu gaan we weer door. Ik hou er ook niet van om heel lang in dingen te blijven hangen. Ik wil gewoon, kijk, ik voel me er wel eens een tijd kut over. Maar ik heb zoiets van, oké, en nu gewoon weer door, weet je. Ja. Kut. Maar laten we het beste van maken. Want als ik me alleen maar langer kut over ga voelen... Wat heb je daar? Ja, daar heb je niks aan. Het is allemaal verspeelde tijd. Oh, ik zit zo mijn wenkbrauw. Nou, dit is niet normaal. Dat is helemaal te verneuken. Het enige wat ik fucking irritant vind aan mijn make-up, is als ik ga lachen dat ik hier van die rimpels krijg in mijn foundation. Dat vind ik zo leuk. Oh, weet je waar ik heb het altijd. Maar jouw make-up blijft zo mooi zitten.
We waren ook naar Thuishaven. Ja. En echt heel die tent. Echt gewoon, er is gewoon geen persoon die niet tegen haar heeft gezegd van... Oh my god, hoe kan jouw make-up nog zo mooi zitten? Want als ik naar een feest ga of uitga, dan een uur zit eraf. Ik had op een gegeven moment gewoon screenshots gemaakt op mijn telefoon van de make-up producten die ik had gebruikt. Omdat mensen het maar bleven vragen. Echt? Zijn ze allemaal van welke foundation? Ja. Oh my god. Ja, dat is misschien ook gewoon mijn valkuil. Dat ik bij mij alles in een uur af ligt. Omdat ik allemaal maar 1 euro kost. Ja, dat is echt zo. Als je een duurdere foundation hebt, een goede die bij jouw huid past, dan... Blijft het zoveel beter zitten. Ja. Maar ik weet dus al dan niet waar ik moet beginnen. Welke ik moet kopen. Wat mijn kleur is. Ik denk dat Estée Lauder Double Wear wel een goede voor jou is. Ja. Die was ook echt top hoor. Maar ja, hoe duur is zoiets eigenlijk? Weet je dat? Double Wear is 48 denk ik. Ja, ik vind dat echt belachelijk. 50 euro. Een beetje foundation. Maar foundation is wel echt een belangrijk basisproduct eigenlijk. Ja. Dus misschien ga ik wel overwegen, want deze is bijna op nu. Ja. Maar je moet gewoon wachten tot er 25% korting is bij Douglas of zo. Ja, wanneer is dat dan? Een bepaalde periode. Even kijken. Zijn we nog wel hier, schermen? Alleen in de app 25% korting op bijna alle. Oh. Met 23 augustus. Oh. Niet vandaag, nou. Morgen bestellen. Oh! Is het al zo laat? Zeg maar ver voor mijn gevoel ja. Juli. Ik word zo. Wat is dat voor merk? Het is ja. Klein gokje. Ze weet alles. Nou, dat is de enige hoogpalet dat ik heb, zeg maar. Ja. Ja, ik ogen, dat kan ik echt niet. Dat, ik doe gewoon altijd die bruine kleur, 3 en dan een beetje donker en dat was het. Ik zou het zo graag willen, maar dat is echt gewoon oefenen, hè? Ja. Dat is het enige. Terwijl vroeger kon ik het wel beter, maar volgens mij ben ik het gewoon een soort verleerd of zo. Nou, het is ook wel lastig hoe met je eigen oogvormen en zo. Want je kan wel een filmpje kijken van, joh, bij mij werkt het zo, maar bij jou hoeft het helemaal niet zo te doen. Nee? Nee. Oh, dat verschilt het echt heel erg voor oog. Ja, want bijvoorbeeld... Ja, je hebt hier best wel grote oogleden, maar ik heb dat bijna niet. Nee. Dus voor mij is het dan al een heel ander verhaal. Oh, dus je moet eigenlijk iemand zoeken die echt heel erg je ogen heeft. Ja. Maar hoe lang doe je dit al? Dat je jezelf zo erg opmaakt? Nou, sinds ik 12 ben of zo. Ja? Ja. Wat leuk, joh. Ik weet nog, mijn eerste foundation kocht ik ergens in Denemarken of zo. Echt. 80 kleuren te donker. En mijn maat zei: nee joh, moet je niet doen. Maar ik wou dat heel graag kopen van vakantie. Ja. Ik vond het helemaal geweldig. Liep ik daar met een heel oranje hoofd over de camping. Geweldig. Ja, ik weet niet. Ik mocht van mijn moeder sowieso nooit foundation. Ik mocht alleen mascara. Ik mocht er niet mee naar buiten. Ik mocht ja precies. Gewoon thuis alleen. Ja, gewoon om mee te proberen. En zo. Ik heb het warm. Ja, het is hier echt niet normaal heet. Nee. Wat wil je later worden? Zo, daar ben ik heel benieuwd naar bij jou. Ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Ja, ik wil sowieso iets voor mezelf. Ja. Absoluut iets voor mezelf. Want ik vind nu al zo chill hoe het nu met YouTube en zo gaat. En daar wil ik sowieso zo lang dat mogelijk is mee doorgaan, zeg maar. En verder, ja, gewoon mijn opleiding afmaken. Maar ik heb niet echt één beroep. Wat ik denk nee, van. Ik ook niet. Ik vind bijvoorbeeld, ik zou het één ding vet vinden om bij ambulancepersoneel zo te werken. Ja? Ja. Lijkt me heel... Nee, dat is echt helemaal niks voor mij. Ja, ik denk gewoon dat ik die studie niet aan kan. Ja. Nou, ik heb dus ook een poging gedaan tot soort van haar krullen, maar dat is echt helemaal kut gegaan. Ben je dan zo lang mee bezig? Ja, dan zakt het uit. En dan zakt het uit en dan, als je dan zeg maar bij het restaurant bent, is het al helemaal weg. Waar komen je make-up organizers vandaan? Oh, dat is denk ik, dit was wat ik bedoelde, dat is een verhaal. Volgens mij komen ze gewoon van Ikea. Ik heb ze echt al jaren. Echt al jaren. Kijk, hoe doe jij dit?
Ja, gewoon doen. Gewoon doen. Ja, dit is het enige wat ik kan. Dat doe ik altijd een beetje. Dit is mijn standaard look. Kan je ook echt bijvoorbeeld, je ziet wel eens op TikTok? Ja. Dat is echt helemaal zo met zo blauw en allemaal van die looks maken. Of doe je dat? Heb ik wel eens geprobeerd. Ik heb nog ergens een foto, denk ik. Met allemaal van die kleuren en zo. Ja, fucking gaaf. Ben je daar lang mee bezig? Ja, ik kan zo 4 uur aan mijn make-up zitten. Ja, ik ook. Nou, niet 4 uur, maar ik kan er wel heel lang over doen. Als ik zoiets met mijn ogen doe, dan kan ik echt fucking lang aan mijn make-up. Maar ik vind het zo lekker, want je bent zeg maar nergens mee bezig. Ja. Het is echt een soort therapie voor mij ofzo. Het is echt zo van, ja, ik vind het bijna soms nog leuker om mezelf klaar te gaan maken voor het uitgaan dan het uitgaan zelf. Ja. Dan kan ik gewoon de hele dag uittrekken om lekker haar te gaan doen en kleding uit te zoeken en op te maken. En dan, ja, ik vind het echt heerlijk. Ja. En je bent gewoon lekker niet met je telefoon bezig, want dat is echt mijn grootste verslaafdheid. Ja? Oh, ik ben zo verslaafd. En het is zo erg geworden sinds quarantaine ook. Ik heb dat niet zo, denk ik. Nee, ik heb het echt heel erg. Ik kan het makkelijk wegleggen. Ik ben alleen maar de hele dag bezig met TikTok en Instagram. Ik kijk wel veel TikTok. Ja. Maar het is ook wel een soort van jouw werk. Dus ja, een beetje logisch. Dat is ook zo. Maar kijk jij veel Netflix en zo? Netflix niet, YouTube wel. Ja, ik heb dat het laatste ook. Ik had echt soms echt zo'n Netflix periode. Mm-hmm. Maar het laatste kijk ik alleen maar YouTube gewoon. Ik vind het heerlijk. Ben je klaar? Mm-hmm. Nee. Mac of sushi? Dus McDonald's of sushi? Sushi sowieso. Ja, sowieso. Altijd. Ja. Ik vind Mackie wel lekker, maar altijd als ik er ben geweest. Ja. Ja. Ik voel me wel schuldig als ik dan in de rij sta en dat heb besteld, denk ik ook. Kut, sorry. Maar met die hier moeten doen. Schrijf jezelf in 3 woorden. Zo, dat is lastig. Ik mezelf. Zo, dat is echt zo kut om over jezelf te zeggen. Sowieso zorgzaam bij mij. Ja. Jij bent ook wel gewoon rustig. Ja, ik ben wel gewoon bescheiden meer, denk ik. Ja, dat inderdaad. En ik zou het echt over mezelf weten. Nou, ik ben ook heel lief. Maar ik heb echt 2 uitjes. Of ik ben echt heel lief, of ik ben echt heel kut. Ik kan soms veel te lief zijn. Oh ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik kan niet boos worden. Ik weet nee, niet. Zij kan niet schreeuwen. Nee, dat is echt zo. Ik kan niet hard praten. Ik kan niet schreeuwen. Ik kan dat gewoon niet. Nou, daar moet ik echt wat van leren. Want ik schreeuw altijd de boel bij elkaar. En als ik een drankje op heb, dan gaan mijn oren dicht. En dan schreeuw over mijn leven. En iedereen zit altijd samen je bek dicht. Bij mij thuis praten ze allemaal best wel zacht. Ja, ik denk dat het ook ligt aan je ouders. Mijn moeder schreeuwt ook heel erg. Ja. En mijn vader trouwens ook. Die praat ook te veel hard. Op wat voor types vallen jullie? Nou, uiterlijk. Echt als je naar mijn ex kijkt, is echt geen touw vast te knopen. Gewoon totaal niet. Dus uiterlijk heb ik blijkbaar geen type. Terwijl ik dacht dat ik wel een type had. Maar innerlijk gewoon sowieso grappig. Gewoon humor. En gewoon gezellig, lief, spontaan. Maar niet iemand die te vol van zichzelf is. Vind ik echt verschrikkelijk. Dat denk ik een beetje. Nou, ik heb als ik een jongen ontmoet, dan heb ik gelijk zoiets van. Ja, je moet gewoon die klik hebben. Ja, dit is het of dit is het niet. Weet je wel. Je hebt meteen door. Ja, ik weet het ook gelijk. Al probeert de jongen alles van de wereld, denk ik. Nee, het gaat hem gewoon niet worden. Qua uiterlijk gaat het ook echt alle kanten op. Ja. Ik heb wel echt gemerkt dat ik echt een dingetje heb voor lippen. Ja? Als iemand geen mooie lippen heeft in mijn ogen, want op zich iedereen prima lippen natuurlijk. Ja. Maar als ik denk van nou ja, dat weet ik niet, dan wil ik het gelijk niet meer. Zo raar. Ik weet niet. Ik weet echt niet, maar ja, iemand moet er gewoon wel verzorgd uitzien. Ja, dat sowieso. Maar je hoeft echt niet de knapste van de wereld te zijn hoor. Nee. Dat boeit echt niet. Want die jongens zijn juist altijd verschrikkelijk van innerlijk. Ja. Want die vinden zichzelf echt geweldig. En die zetten, zouden nooit je ego voor jou zo opzij zetten. En daar kom je helemaal niet ver mee. Nee. Dus heb je helemaal niks aan. Je moet gewoon de waarde in jezelf houden. Ja, dat sowieso.
Als ik uitga met een bloot topje en mijn vriend vindt dat niet leuk. Wie de fuck is hij om tegen mij te zeggen wat ik wel en niet aan wil? Dat vind ik ook zo bizar dat meiden daar serieus naar luisteren. Dat ik echt denk, het is jouw lichaam. Ik bedoel, je hebt een relatie. Ik doe alles, als het je niet bevalt, ga maar lekker weg. Doei. Ja. Maar ook dat hij sowieso überhaupt zou bepalen waar jij heen gaat. Ja, het is toch jouw leven? Kijk, dat hij misschien iets minder leuk vindt, maar je kan toch zelf wel bepalen waar je heen gaat of niet? Ja, dat snap ik ook niet zo goed. Ik heb wel gemerkt dat je echt ook qua types verandert als je ouder wordt. Ja, maar als het met één bepaald type niet heeft gewerkt, dan ben je er helemaal klaar mee. Dan vind je nooit meer zo'n soort jongen. Dan denk je echt, eeuw. En als je dan iemand tegenkomt die je dan aan hem moet herinneren, dan denk je echt nee. Doei. Bye bitch. Ga je op dit moment met iemand? Ga je op dit moment met nee. iemand? Nee. Ik heb er zo geen zin in. Mijn hoofd gaat. Nee. Ja, ik ben echt, als een jongen tegen me praat, dan denk ik van ja, ga weg. Ik heb er helemaal geen zin in. Nou, ik vind aandacht voor jongens wel leuk. Maar ik weet niet, op dit moment heb ik daar gewoon ik heb toch ook een tijd aan. Gehad. Zeg maar voor mijn ex, zeg maar mijn afgelopen ex, echt gewoon 7 maanden, geen één contact met niemand. Ik dacht, allemaal opratten uit mijn leven, ik ben helemaal klaar met jullie. Maar de laatste tijd vind ik het wel weer leuk. Maar ik wil absoluut niks serieus, absoluut niet. Ik heb gewoon om me heen gezien dat deze leeftijd gewoon alleen maar voor drama zorgt. Yep. En het houdt je ook gewoon tegen in. Ik bedoel, je bent nu jong, je moet jezelf ontwikkelen, je weet zelf niet wie je bent en dan moet je ook nog rekening houden met een andere persoon. Ik denk, ik heb kijk, ik denk dat een relatie op deze leeftijd wel kan werken als je elkaar gewoon echt support en elkaars ding laat doen. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. Nee, vooral niet door de leeftijd. Ja, en door alle verleidingen. Ja, ik bedoel, dat is het ook. Er zijn fucking veel knappe jongens en er zijn fucking veel knappe meisjes. Je gaat maar één keer uit. Ja. En het gaat wel, bij wijze van spreken fout. Hoeveel exen heb je? Ik heb 2 exen in, zeg maar, relatie. Ah, ik ga iets heel lullig zeggen. Wat dan? Ik heb 3 officiële vriendjes gehad, maar ik tel er maar 2 mee, want die ene was zo zielig. Zal je dit kijken? Nee, ik heb gewoon, die laatste kan ik ook niet meer tellen eigenlijk, want dat was echt, het was wel een relatie, maar het duurde 1,5 maand of zo. Ja, het was wel een relatie, maar ik heb hem niet eens ontmoet. Nee, hij ging me gisteravond opeens appen. Oh, hè? Is het deze Sarah? Ik dacht dat het een andere was. Ja. Ik dacht, dag! En ik weet niet of je dit kijkt. Ik weet het 100% zeker. Echt zo niet waar. Ja, want ik was natuurlijk gisteren bij de Klinker. Mm-hmm. Waar ik opeens daar nog appt. Niet te veel drinken of zo. Dus ik zeg, dan zeg je tegen het verkeerde, want ik drink altijd te veel. En toen zei hij, is het deze Sarah? Ik dacht dat het een andere was. Ik heb nog nooit zoiets doms gehoord. Live advies dat je iedereen zou meegeven. Doe gewoon wat je zelf wil. Ja. Denk niet over na van, maar wat als die zou dit denken over mij? Of gewoon doe wat je wil. Jij, het is jouw leven. Jij maakt jezelf gelukkig. Wees jezelf, heb schijt aan wat anderen vinden. En doe gewoon echt wat jij leuk vindt. Want als jij er gelukkig van wordt, anderen gaan je niet gelukkig maken daarmee. Of anderen er niet gelukkig van. Als jij iets heel leuk vindt, dan moet je dat gewoon doen. Ik ben trouwens niet altijd zo rood, ik ben verbrand. Ja, ik ben volgens mij wel klaar. Ik denk het ook wel. Ik weet alleen nog niet wat dit is. Ik heb het ook niet weg. Zwart. Ja. Mag ik die lezen? Ja. Het is wel voor een droge huid. Dus je moet Een beetje. Oh, maar ik heb al mascara op. Kan dat nog? Weet ik niet. Ik doe het nooit als na mijn mascara. Ugh. Je kan het op een beauty blender doen en heel voorzichtig zo doen. Okay. Ik ben helemaal ready. Ik ook. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Als je nog een vraag hebt, kan je die natuurlijk beneden hier in de comments stellen. En vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken voor Labella. Dat is Sarah Verwoerd. Een heel leuk armbandje. Dit is 2 oorbelletjes. Sterren. Dit armbandje. En dit is een ketting, toch? Ja. Die kan je even combineren met andere. Ja, hier, zo is die. Zo is
zijn twee van die laagjes. Ja. Beetje zoiets als dit, maar dan wat korter toch? Ja, superleuk. Dus, willen jullie 50% korting op leuke sieraden? Gebruik Sarah Vervoerd en check even de webshop in de beschrijving. Ja, vergeet ons ook niet te volgen op Instagram. Mijn Instagram is Sarah Vervoerd en jouw Instagram is... Indie_Jacobs19. Ja, dus follow. En ja, vond je video leuk? Natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet om mij te abonneren en notificatiebel aan te zetten. En dan hoop ik jullie... de volgende keer weer te zien. Doei! Doei.